Na afloop van de wedstrijd kregen Aaron Meijers, Danny Holla, Gino Coutinho en Jens Toornstra bloemen overhandigd voor het aantal gespeelde wedstrijden in het betaalde voetbal. Aaron had er na afloop van de wedstrijd 200 gespeeld, Danny 150 en Gino en Jens beide 100. Een korte reactie van de jubilerende spelers. Gino, memorabele avond voor jou. Ja, 100ste wedstrijd, ja. Is dat dan nog anders? Voelt dat anders of is het gewoon een wedstrijd? Gewoon een wedstrijd, eerlijk gezegd, ja. Kan jij, dit is de 100ste, kan je de eerste nog herinneren? En weet je waar die was? Ja, het was een kampioenswedstrijd. Ja. Eerst was het met PSV, ja, mijn debuut, kampioenswedstrijd. Sorry? Die vergeet je niet natuurlijk. En de komende 100 wedstrijden? Die zal ik ook zeker niet vergeten. Nee. Maar ja, dat is altijd even kijken natuurlijk hoe dat gaat aflopen. Goeie redding van Coutinho. En nu El Hamdaoui. Dat is de beste kans voor Ajax. Gaat helemaal alleen. De redding is niet al te ingewikkeld voor Coutinho. Nu kans Boni. Coutinho, knappe redding. Ik verbaas mezelf ook over dat er al zoveel wedstrijden zijn. Ja. En dat voor zo'n jonge vent? Ja, jong. Die hartjes beginnen ook te tellen. Hoor. En de komende 100 wedstrijden, hoe zien die eruit, denk je? Allemaal in winst. Ik moet er gewoon 100 spelen, ja. Ik vroeg net aan Gino of hij zijn eerste wedstrijd nog kon herinneren. Hoe zag hij van jou eruit, je eerste? Die weet ik ook nog. 3-0 winst, thuis tegen Go Ahead met Volendam. Kijk, dat zijn de goede uitslagen. 20 jaar pas. Aaron Meijers. 100 is ook voor jou vanavond een bijzonder aantal. Ja, klopt. De 100ste eredivisiewedstrijd. Dus ik ben blij. Speel je hem dan anders of doe je er eigenlijk helemaal niks mee? Nee, je wordt van tevoren wel geïnstrueerd dat je gehuldigd wordt, maar... Ze hadden dezelfde voorbereiding gewoon. Die nummer 1, weet je die nog? Dat was Rode JC uit. Tweede helft viel ik in. En de uitslag? 1-1. Kijk, jullie weten het allemaal nog heel goed. Ja, precies. De eerste is 1-1 en de 100ste is ook 1-1. Dus, En de 200ste? 200ste, ja, ik hoop dat we dan winnen. Toornstra heeft dit seizoen al een aantal maal laten zien dat hij een goede vrije trap in huis heeft. In de muur. Corner Toornstra. Het is wel leuk dat je al veel wedstrijden hebt gespeeld, maar ik hoop dat er nog meer bij komen. Ik heb dan al je andere collega's ook gevraagd, dit was 150, weet jij de eerste nog? Ja, klopt. Was voor de beker tegen Topos, maakte ik eigenlijk mijn officiële debuut, maar volgens mij beker telt niet. En het was in de competitie thuis met FC Groningen tegen Willem II. Een van de 5 debutanten dus vanmiddag bij ADO Den Haag, Danny Holla. Maar dit is een uitstekende assist en de goal voor Holla voor ADO. Scoren bij zijn debuut